Hey, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Voor de mensen die mij langer dan vandaag volgen en me een klein beetje kennen, die weten dat ik het totaal niet erg vind om mega vroeg in de kerststemming te komen. Ik hou ontzettend veel van kerst. Niet per se de feestdag zelf, maar gewoon alles eromheen. De gezelligheid, de decoratie. Gewoon, ja, het maakt me heel erg gelukkig. Dus vandaar dat ik vandaag weer een kerstgerelateerde video heb. Ook met een kersttrui aan. Dit is trouwens mijn eigen kerstmerch. Mocht je hem willen, linkje in de beschrijving. Maar ja, ik ben naar de Xenos geweest. En voor de mensen die het nog niet wisten, Xenos is een van mijn favoriete winkels. Betreft interieurdingen, andere spullen, home decor. Eigenlijk alles wat ze daar hebben. En ik ben weer super blij dat deze video weer een samenwerking met ze is. Ik heb aardig wat dingen ingeslagen. Een aantal kerstspulletjes. Ik heb wel een beetje kritisch gekeken van wat ik nou eigenlijk nog in huis wil hebben. Want ja, door de jaren heen heb ik wel aardig wat kerstdingen verzameld. Maar ik vind het wel leuk om af en toe wat te veranderen. En ja, ik werd gewoon heel erg gelukkig dat ik daar was. En wie weet ga ik binnenkort weer terug om nog wat dingetjes te scoren. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn nieuwste Xenos aankopen met onder andere kerstartikelen, kijk dan vooral verder. En doe eerst dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat vooral weten wat jij het allerleukste vindt aan kerst. Voordat ik mijn aankopen ga laten zien, wil ik jullie graag meenemen op mijn Xenos avontuur. Ik ben nu onderweg naar de Xenos, want ik heb een doel. Ik wil namelijk nieuwe kerstspullen in gaan slaan. Ik sta er nu echt letterlijk voor. Ja, ik heb er heel veel zin in en ik ben benieuwd wat voor het lukt. Ik kan scoren. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came. Er zijn ontzettend veel kerstdingen. Ik sta hier echt letterlijk al 10 minuten te kijken. De medewerkers denken gewoon, waarom staat het zo lang voor de kerstspullen? Ja, ik heb al aardig wat in mijn mandje. Maar ik ga nog even verder kijken wat voor leuks ik nog spot en wat ik nog graag wil hebben. Er is zoveel. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now. Naast dat ik hele leuke items heb gekocht, heb ik ook iets leuks voor jullie. Want een van jullie kan kans maken op een Xenos cadeaubon. Wie wil dat nou niet? Mocht je willen weten wat de winactieregels zijn, check dan even de beschrijving. Daar staat alles in uitgelegd. Trouwens, Xenos werkt met verschillende woonstijlen, voor de mensen die dat nog niet wisten. Ze hebben namelijk thuis jungle, verrassend eenvoud, bizar bizar en even spieken, safari chic. En ik vind alle stijlen heel erg leuk. En in deze video zie je ook items die uit verschillende stijlen komen. Maar ik merk dat ik het meest geneigd ben om dingen van de verrassend eenvoud stijl en de bizar bizar stijl te halen. Maar eigenlijk is het echt een combinatie van alles en nog wat. Maar dan weten jullie dat ook. Oké, we hebben als eerst dit kussen. Normaal gesproken ben ik niet echt een fan van rood. Maar dit is, ja, bordeaux rood. En dat vind ik een stuk mooier dan echt opvallend rood. En ja, het is heel pretty en het gaf me wel dat kerstige gevoel. Dus ja, echt zo'n pop-up color, want ik heb amper kleur in mijn kamer. Wel leuk. Dan hebben we dit rendierlichtje. En ik hou ontzettend veel van sfeerverlichting. En dit is officieel bedoeld als raamdecoratie. Dus ik kan hem bij mijn raam doen. Maar ik kan hem ook natuurlijk ergens anders ophangen. Dan hebben wij papier cadeauzakjes. Ik vind het altijd leuk om cadeautjes leuk in te pakken. Je kan deze daadwerkelijk gebruiken als je iemand iets cadeau gaat doen. Maar je kan er ook voor kiezen om dit onder de kerstboom neer te zetten. Dat is mijn idee in ieder geval. Mijn kerstboom staat al, dus hij gaat er gelijk onder. En ik vond de print echt super adorable. Het is een hertje met allemaal lijntjes. Dan hebben we een gouden ster waar je een vaccinelichtje in kan doen. Ja, ik ben sowieso een kaarsenliefhebber.
helemaal als het najaar is, dan heb ik het liefst elke avond kaarsjes aan. Want dat vind ik super gezellig. Dus dit gaat ook zeker een mooi plekje krijgen. Dan hebben we een aantal kerstballen. Als eerst een kerstster. Daar heb ik er twee van. De tweede die moet ik nog even draaien. Maar we hebben hier nog een andere bal. Nog een bal. Nog één. Nog één. Ja, het houdt niet op, jongens. Volgens mij waren dit de ballen. Een kerstster. Dit is een gouden bal met groen velvet. Dit is ook goud met groen. Weer de ster. En dit is een doorzichtige met wat strepen. Oh ja, en dan hebben we hier nog een goud-rozige bal. Elk jaar koop ik weer nieuwe kerstballen. We hebben wel een soort thema in de boom. Voornamelijk zilveren en roze elementen. Maar ik vond het wel leuk om het een beetje af te wisselen, te mixen. En we hebben ook wat random kerstballen in de boom. Starbucks beker, hartjes, sterren, noem het maar op. Dus dit kan er ook wel bij. Dan hebben we zwarte cadeaustrikken. Ik vond deze zo ontzettend mooi. Normaal gesproken zijn die glimmend. Maar dit is van velvet. Dan gaan we gewoon lekker graaien. Ik ga gewoon blindelings iets pakken. Hier hebben we een cadeauset. Met een mok. Jullie weten dat ik een mok-obsessie heb. Hier staat op sweetheart. En je hebt marshmallows. En een hot chocolate mix. Ik weet niet of ik... Oh, en armbandjes. Vet schattig. Ik weet niet of ik dit cadeau ga doen. Of dat ik het zelf ga houden. Want ik vind het echt super leuk. En ze hadden nog veel meer van die cadeausetjes met mokken, et cetera. Echt, ik word er zo blij van. Over mokken gesproken. Hier hebben we nog een mok. Dit is een hele schattige mok. Weer met een rendier. Ja, als ik aan kerst denk, moet ik sowieso aan rendieren denken. Dan hebben we winterthee. Want ja, als het kerst is, is het winter. Nee, winterthee is oprecht een van mijn favoriete thee's maken in het najaar. Dus dat, dit sla ik ook gelijk in. Even iets wat hiervan afwijkt. Ik heb bij de DIY afdeling dit gehaald. En je kan het zo laten, maar je kan het ook hartstikke leuk oppimpen. Het zijn laadjes, ja, opberglaadjes. En ik dacht, misschien is dit wel leuk om op mijn bureau te doen of ergens anders in mijn kamer. Want ik heb altijd opbergplek nodig. En ik denk dat ik hem wel een beetje wil op gaan pimpen met dit. Ik heb namelijk een glitter decoratieset gehaald. Dus ga even kijken wat ik hier precies mee ga doen. Maar ik denk, DIY spullen komen altijd wel van pas. Oh, we hebben nog een kerstbal. Die ben ik helemaal vergeten. Dit is echt super cute. Hij heeft een soort van panterprintje. Hoe leuk is het als je een hele kerstboom vol met zulke ballen zou hangen? Heel nice. Dan hebben we nog een rendier. Ik word echt zo blij van rendieren. Of herten, beesten in het algemeen. En ik vond hem heel erg pretty. We hebben hier een kerstboom. Dit is een gouden kerstboom. Hij heeft aardig wel wat gewicht, maar hij is niet mega zwaar. Met een ster als piek. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ik heb echt zoveel kerstbomen in huis, zeg maar. Hele kleintjes. Een, zeg maar, echte kerstboom. Nee, hij is van plastic, maar zeg maar de main kerstboom. Dan hebben we nog iets met kerstboompjes. Oeh. Ik weet niet of het duidelijk te zien is, maar dit is een... twee kerstboompjes met twee rendieren. Heel schattig. Dan hebben we een winter choco kit. Ik had net al een kit laten zien met een mok erbij. Maar dit is alleen een choco kit met poeder, chocola en marshmallows. En dan hebben wij 2x krijtbordsterren. Ik weet nog niet of ik er iets op ga schrijven. Maar anders is het ook wel leuk om het gewoon op te hangen. Of er een do-it-yourself mee te maken. Maar ik dacht, ik sla dit in. Per verpakking zitten er 6 stuks in. Dan heb ik nog iets van de DIY afdeling. Namelijk een voorraad aan washi tape. Dit is het. Ik heb hier washi tape met dierenprintjes. Een slangenprint volgens mij. Giraffenprint. Zebraprint. Pantenprint. Heel cute. En dit zijn gewoon hele basics. Ik heb eigenlijk nog nooit, zeg maar, plain washi tape gezien. Dus dat komt goed van pas. En dan hebben we een pakje met kerstkaarten. Ik vraag me af, hoeveel mensen sturen in deze tijd nog kerstkaarten? Want vroeger kan ik me nog herinneren dat ik ook in de klas heel veel kerstkaarten van
mijn klasgenoten kreeg, van mijn familie en zo. Maar ik krijg bijna geen kerstkaarten meer. Niet dat ik het heel erg vind, maar het vermindert gewoon. Want iedereen wenst elkaar nu online een vrolijk kerstfeest. Ik had het al in een andere shoplog gezegd, maar het lijkt me heel erg leuk om dit jaar weer kerstkaarten te versturen. Dus ik heb een pakje kerstkaarten van 6 stuks. Ik vind ze zo ontzettend leuk. We hebben hier eentje met een vosje of een katje. Het lijkt meer op een vosje. Er staat Merry Christmas to you. En op de achterkant staat een kaart met May your days be merry and bright. Dus mocht je het leuk vinden om een kerstkaart van mij te krijgen, laat het vooral weten. Dan zal ik binnenkort dan een oproepje op mijn Instagram doen. En dan maak ik een van jullie wel blij met de kerstkaart. Oké, dan hebben we iets kleins. Het is zo ontzettend mini, maar zo ontzettend schattig. Dit is een kleine snow globe. Mocht jij in deze video iets hebben gezien en denken van sap, dat wil ik ook kopen. Laat het me vooral hieronder in de reacties weten. En doe vooral mee met de winactie. Ik hoop dat jullie al een beetje in de kerststemming zijn gekomen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!